Veel geld bij elkaar gelopen door de leerlingen van de rank. Leerlingen van de Montessori-school Passepartout, de rank Kerstschoten in Apeldoorn, hebben onlangs gelopen voor Serious Request. Ondanks nog niet bekend is wat het doel dit jaar is, heeft de sponsorloop intussen al 1500 euro opgebracht. Toch gaat niet alles van dit geld naar het goede doel toe. De sponsorlopen, de helft van de opbrengst gaat naar Serious Request en de andere helft gaat naar 50 jaar bestaan van de rank. Maar nu hebben jullie als school nu al een sponsorloop georganiseerd. Wat bracht jullie ertoe om dat nu al te doen? Serious Request is natuurlijk iets wat al heel vaak is aan het eind van het jaar. En het is zo'n geweldig gebeuren dat we zeiden, nee, hier moeten we onze schouders onder zetten en hier moeten we mee aan het werk. Alle leerlingen van de school deden mee en werden goed gesponsord. Heel veel vaders en moeders, opa's en oma's en de buren en noem maar op, die hebben geld ingezet op de sponsorloop. In totaal hebben alle kinderen meegedaan en dat zijn er zo ongeveer 170. En wat vonden de kinderen ervan? Ja, die vinden dat geweldig, want het begint nu op gang te komen. En we hebben in het verleden wel eens meegedaan aan het Apeldoorns glazen huisje. Dus ook daar waren ze enthousiast voor. En het mooie is dat we al vroeg begonnen zijn. Want nu merken we ook dat kinderen initiatieven beginnen te ontplooien in de aanloop naar Serious Request straks in december. Hoe vond je dat? Superleuk, want de 2-flat vond ik ook wel een heel grote uitdaging. Ik vond het ook wel leuk, want het is ook weer een uitdaging, want hoe hogere groep, hoe meer je moet lopen. En dat is ook heel goed dat je dan verder gaat lopen, want dan word je ook veel fitter van. En hoe lang was de sponsorloop eigenlijk? Ze mochten 10 minuten rennen. En voor de onderbouw was het rondje, ik schat zo'n 250 meter. En de gemiddelde ronde was 6 rondjes per kind. En de middenbouw deed 400 meter en dan was het zo'n 4 à 5 rondjes. En de bovenbouw deed 500 meter en was het ook zo'n 4 à 5 rondjes per kind. De Montessori School Passepartout bestaat binnenkort 50 jaar. En dat wordt in oktober van dit jaar gevierd. Op 7 oktober hebben we een reunie. En mensen die op de rank hebben gezeten worden uitgenodigd om te komen. Kunnen via Facebook kunnen ze de data vinden en hoe ze zich aan moeten melden. De basisschool De Steenbeek in Uchelen moet op korte termijn sluiten. De school had het al enkele jaren moeilijk om genoeg leerlingen aan te trekken. En daarom haakte de school aan bij de basisschool De Meen en werd het Jena-plan onderwijs ingevoerd. In plaats van dat meer leerlingen zou opleveren, daalde het aantal inschrijvingen plotseling. Onderwijskoepel Leerplein 055 werd overvallen door de acute sluiting van De Steenbeek. De ouders van de leerlingen waren afgelopen donderdag al op de hoogte gesteld van de sluiting. Het onlangs gerestaureerde theehuis op Park Bergenbos in Apeldoorn is aangewezen als officiële trouwlocatie. Volgens de beheerder, Acres, sluit de omgeving goed aan bij een trouwerij en het maken van mooie trouwfoto's. Behalve trouwerijen kan het theehuis ook voor andere activiteiten gebruikt worden. Een verwarde man heeft dinsdagmorgen op het winkelcentrum Hart van Zuid een aantal mensen met een groot mes bedreigd. De man had tegen de winkelier Arno Dijkerman zelfs gedreigd met de dood. De snel gearriveerde politie wist de man al gauw te overmeesteren. Hij werd opgepakt en is later opgenomen in een kliniek. De moeder van de verwarde man heeft later op de dag een bericht gestuurd naar Dijkerman, waarin zij haar excuses aanbood en uitlegde dat haar zoon in een psychose verkeerde. Arno Dijkerman vindt dat een moedige daad van de moeder en heeft daar heel veel respect voor. Met Arno Dijkerman gaat het, na het incident, weer redelijk goed. Dinsdagavond rond 21:15 werd een gewapende overval gepleegd op een van de stationswinkels in Apeldoorn. De man ging met de buit op een zwarte fiets ervandoor. De politie zoekt naar de overvaller die ongeveer 1,75 meter lang is. Hij is licht getint, is ongeveer 35 jaar oud en had een zwarte jas aan. Ieder die getuige is geweest van de overval of weet wie de dader is, wordt verzocht de politie te bellen op nummer 0900 8844.
Morgen is het vrijwel bewolkt met in de ochtend nog een enkele bui. Daarna wordt het droog en wordt het 24 graden. In de avond is het bewolkt en droog, maar in de nacht zijn er buien. Het kwik daalt naar zo'n 16 graden. Vrijdag zijn er verspreid over de dag een aantal buien en wordt het 19 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt met in de middag zon. Het blijft droog en het wordt 21 graden.